De invoering van EEG-richtlijnen op het gebied van elektrische veiligheid vestigt nog eens de aandacht op de eisen die aan installatiemateriaal gesteld worden. Zo moeten tot nu toe snoeren en stekkers voorzien zijn van een keurmerk. In Nederland wordt dat afgegeven door de KEMA, afkorting voor Keuring van Elektrotechnische Materialen. Een instituut dat is opgericht door de gezamenlijke elektriciteitsbedrijven van Nederland. In de laboratoria in Arnhem worden op vaak ingenieuze wijze allerlei elektrische artikelen onderzocht op bedrijfszekerheid, veiligheid, houdbaarheid enzovoort. Tot de producten die verplicht gekeurd moeten worden voordat ze op de markt mogen komen, behoren zoals gezegd snoeren en stekkers. Volgens de nieuwe EEG-richtlijnen zou deze verplichting nu vervallen, met alle risico's van dien. Ook het isolatiemateriaal, dat tegenwoordig vrijwel uitsluitend van kunststof wordt gemaakt, wordt aan langdurige uithoudingsproeven onderworpen. En wat voor schakelaars geldt, gaat ook op voor het omhulsel van tal van veelgebruikte elektrische apparaten. Het isolatiemateriaal moet zodanig zijn bevestigd en zo sterk zijn dat het de gebruiker van een apparaat beschermt tegen mogelijke defecten in het elektrische gedeelte. Vooral instrumenten waarin elektriciteit en water elkaar kunnen ontmoeten, moeten aan de hoogste veiligheidseisen voldoen. Dat geldt in belangrijke mate voor wasmachines, afwasmachines en centrifuges. Bij deze laatsten wordt onder andere gekeken naar de automatische uitschakeling, naar toerental en remtijd. De isolatie van een trommelwasmachine wordt gecontroleerd door hem onder extreme omstandigheden met krachtige waterstralen te bespuiten en vervolgens na te gaan of het elektrische gedeelte droog is gebleven. Dat deze keuringen nog altijd hard nodig zijn, bewijzen de telkens in de kranten opduikende berichten over ongelukken met elektrische apparaten. Het is daarom niet zo verwonderlijk dat de consumentenorganisaties, nu de verplichte keuring vooraf zal worden afgeschaft, blijven pleiten voor aanschaf van artikelen met het KEMA-keur voor betrouwbaarheid en veiligheid.